Ja, Pieter, welk gevoel overheerst bij jou? Ja, zonde, balen. Ik denk dat niemand hier nu met een lach in de kleedkamer zit. Je geeft eigenlijk gewoon die wedstrijd weg. 2-0 voor, niks aan de hand. Ze creëren eigenlijk weinig tot geen kansen, geen gevaarlijke momenten. En ja, uiteindelijk na die penalty vond ik eigenlijk ook niet dat ze gevaarlijk werden, maar eigenlijk gewoon twee momenten waarin je het weggeeft. En natuurlijk dat je zelf niet de derde maakt. Genoeg kans gehad op de derde, maar op een gegeven moment, ja, twee goals weggeven is wel zonde. Ja, want je omschrijft het zelf al, je geeft een 2-0 voorsprong uit de handen. Even terug naar de eerste helft, waar je zelf eigenlijk al binnen 5 minuten heel belangrijk bent tegen je oude ploeg. Omschrijf hem eens, hoe was die openingsfase? Ja, ik denk eigenlijk een beetje rommelig. Wij moesten heel erg spelen een ander systeem dan we eigenlijk verwacht hadden. En daar moesten we even aan wennen. Alleen, die bal valt na 5 minuten voor je voeten. En dan is het gewoon niet nadenken, uithalen. Werd nog aangeraakt. Ja, dat is eigenlijk wel een droomstart die je altijd dan zo tegen je oude club voor ogen hebt. En daarna op zich was het gewoon gelijk opgaand. Hun hadden 2 momentjes en wij waren ook wel redelijk aan de bal. En er was eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. En dan ga je de rust in met een 1-0 voorsprong. Had misschien zelfs wel 2-0 kunnen zijn. Want vlak voor rust pakt Schaap ook nog een bal van jou via de paal naast. Na rust eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Binnen 5 minuten ligt de 2-0 erin. Ja. En hoe? Ja, nee, dat was een lekkere goal. Dat zo snel naar rust was, dat zou ik nu zelf niet weten. Maar inderdaad, nee. We stonden eigenlijk goed. Ik vond de tweede helft eigenlijk dat we beter speelden. We kwamen meer op de helft van hun, waren we aan het voetballen. En ja, bij hun merkte je toch ook wel dat het een beetje wat uit elkaar ging. Ja, we kregen weer steeds meer ruimte. En dat deden we toen eigenlijk weer tot minuut 70, 75 ging dat gewoon prima. En daarna iets minder. Ja, die goal, ik stond helemaal vrij. En als hij dan zo op je afkomt, dan weet je. Daar heb ik altijd vertrouwen in mijn linker dat ik haast dan al weet dat hij al wel erin gaat. Ja, en dan is het inderdaad lang. Blijft het 2-0, je krijgt kansen op 3-4-0, misschien wel 5-0 zelfs. En dan valt een kwartier voor tijd die penalty. Daarna wordt het een hele lastige wedstrijd. Ja, die penalty is gewoon, het stond gewoon niet goed. En eigenlijk dom weggegeven. Ik vind, laat hem dan maar gewoon lopen en laat hem schieten uit die hoek bij box. Dat is het geen zekere goal. Ja, als je weet dat helemaal van Sterling, ja, die is allemaal op zoek naar die penalties. Het stond gewoon niet goed. En inderdaad zelf, ja, die kansen, genoeg kansen gehad. Hij pakte voor mij nog eentje met rechts en Bram ook een paar keer. En iedereen had eigenlijk wel een paar kansen. Maar balen. Ja, met een gelijkspel kan en mag je natuurlijk niet tevreden zijn. Maar als je de uitslag even daar weglaat, de eerste 2 wedstrijden van het seizoen verlies je. Het lijkt er nu wel op dat de ploeg er steeds meer vorm in het elftal komt. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je tegen Tech ook gewoon de eerste 70 minuten gewoon erg goed speelt. En vandaag vond ik het misschien nog wel iets beter bij Vlagen. Dus ja, ik denk dat we de goede weg zijn ingeslagen. Alleen ja, dit hadden gewoon belangrijke punten kunnen zijn om een beetje. Ik zag volgens mij 10 clubs hadden onder de 4 punten. Ja, dan had je nu wel een mooie stap kunnen zetten. Maar ja, ik ben niet bang dat we met dit team, hoe wij nu spelen, dat wij onderin gaan spelen. Wij gaan dadelijk gewoon punten pakken, wedstrijden blijven winnen. Dat komt vanzelf wel goed.